Het is heel fijn om hier weer eens te zijn. Het is lang geleden, ik denk wel 10 jaar geleden. Maar ome Jan en tante Marta, die kennen we, kennen elkaar al 35 jaar of zo. Ik heb in Zuid-Frankrijk gewoond en als we dan soms op vakantie gingen, kwamen hun oppassen op de forellen en de verslaafden. Nou, zo lang kennen we elkaar al, geweldig. Ik vond het fijn ook weer Cornelis te zien, hij is weggelopen, hij is bij de kinderen. Ondeugend is die, hè? Die ondeugende glimlach altijd van hem, geweldig. Maar fijn om hier te zijn. Ik voel het ook weer als thuiskomen. En ik wil vandaag met jullie gaan spreken over leren uit hem te leven. Moet je leren. Want van nature zijn we zo gewend uit onszelf te leven. Uit wat ik denk, uit wat ik voel, uit mijn gedachtes. En de Heilige Geest wil ons leren veel meer uit hem te putten, uit hem te leven. En ik wil 2 teksten gaan lezen, als je een Bijbel bij je hebt. Dat is in 1 Korinthe 1, als je daarheen wil gaan. Vers 27 tot en met 31. Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. Wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen. Wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren dat wat niks is, om met hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen. Omdat geen vlees, geen mens zou roemen voor God. Maar uit hem is het dat je in Christus Jezus bent, die ons van God is gemaakt, wijsheid, rechtvaardiging, heiliging en verlossing. Dat het zij gelijk geschreven staat, wie roemt, roemen in de Heere. Even 3 dingen vasthouden. Dat God kiest het zwakke en onaanzienlijke. Opdat niemand zou roemen. Want God wil dat we niet leven uit onze kracht, maar uit zijn kracht. Uit hem is het. En uit hem wil God het doen. Dan gaan we ook nog even naar Hebreeën. Hebreeën 9. Vers 13 en 14. Want als het bloed van bokken en stieren en de besprenging met de as van de vaas, als een jonge koe, hen die verontreinigd zijn heiligt, zodat ze naar het vlees gereinigd worden, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Blijkbaar is het bloed van Jezus niet alleen voor onze vergeving, onze redding, maar het bloed van Jezus moet dus blijkbaar dode werken in ons reinigen. En dat zijn niet de zonden, daar is Jezus ook voor gestorven, dat het bloed van Jezus ons reinigt van alle zonden. Maar dit gaat om dode werken, dit gaat om religieuze inspanning buiten hem om. En daar ga ik het vandaag over hebben. Wat ik wil vragen eigenlijk, ik doe dat vaak, of je een kort gebed met me mee wil bidden, want God versta je nooit met je verstand. Paulus leert ons in de Efezebrief om te bidden voor een geest van openbaring en kennis. Want Jezus wil ons de Vader doen kennen, maar dat doet hij niet door je verstand. Dat doet hij door openbaring. En dan mag je voor bidden. Hè, dat je een geest van openbaring zal hebben, opdat dingen niet je verstand raken, maar je hart verandert. Daar hebben we net van gezongen. Dat wil God doen. En sowieso, Jezus staat aan de deur en die klopt. Je hebt de sleutel in je eigen hand. Ik kan jullie hart niet openen, dat kan je alleen zelf. Dus als je met me een kort gebed mee wil bidden, heel graag. Het liefst hardop, en anders mag je het zachtjes doen in je hart. Zeg maar, lieve Heer Jezus, hier is mijn hart. Ik nodig u uit om mijn hart te vervullen. Vervul me met uw Heilige Geest. Geef mij uw geest van openbaring om uw recht te leren kennen. Neem mij bij de hand en openbaar mij de Vader. Open mijn verstand om uw woord te verstaan. En open mijn oren om te horen als een discipel. Dank u wel dat u het zal doen. Amen. Vandaag wordt er heel veel gesproken, ook over vaak religieuze geesten, hè? Religie, relatie, er wordt heel veel over gesproken. En vroeger was het zo, wij die vervuld waren met de Heilige Geest,
zeiden we, ja, die kerken, die zijn religieus. En dat kan zijn, maar ik zie dat soms bepaalde kerken verder komen, omdat ze honger en dorst hebben, dan wij Pinkstermensen of evangelische mensen. Maar het probleem met wijzen is altijd, als je wijst, wijzen drie vingers naar jou. Dus vandaag gaat het absoluut niet om wijzen. Vandaag wil ik je een aantal sleutels aanreiken om religie, dode werken, te herkennen in je eigen leven. Want daar gaat het om. He, want dan kom je alleen maar verder. Je kan wijzen, maar daar help je niemand wat mee. Maar dat je eerlijk kijkt in je leven, waar zijn nou dode werken? Waarin heb ik zoveel geprobeerd en eigenlijk, het lukt maar niet. En daar zitten we allemaal mee. Toen ik pas tot geloof kwam, probeerde je heilig te zijn. Hè? Ik heb ontdekt dat in de kracht van mijn proberen werd ik alleen schijnheilig. Dat is het enige wat je kan bereiken. Het werkt in een ander principe. He, wat noemen we eigenlijk religie, wat noemen we dode werken? Dat zijn eigenlijk allerlei godsdienstige, christelijke activiteiten zonder relatie, zonder God. Ik zal je dadelijk laten zien uit de Bijbel dat dat kan. We kunnen heel veel christelijke dingen doen zonder God. Ik geloof dat Moody of Spurgeon was, een van die hele grote predikers uit 200 jaar geleden of 100 jaar geleden. En die zei dit op een gegeven moment, als de Heilige Geest weggaat uit de kerk, blijft 95% van de dingen gewoon doorgaan. Dat is een heavy, hè? Want het is allemaal methode en we zijn het gewend. Dat zie je ook trouwens in Laodicea en Openbaringen. Mooie kerk, alles, alles, we zijn rijk, we hebben alles. Ze voelden zich geweldig, maar Jezus stond buiten de deur. En waar gaat het nou om als we samenkomen? Om Hem. Hem te ontmoeten, onze knieën te buigen en te zeggen dat we eigenlijk ook onaanzienlijk zijn en zwak zijn. En dat we onze kracht gaan vinden in Hem. He, dat is eigenlijk religie. Ik weet een beroemde quote van Bono van U2. Niet dat ik daar een groot fan van ben, maar goed. Die zei eens, religie begint als Jezus de kerk verlaat. Dat is ook zo. Want Hij roept ons in zijn aanwezigheid, het gaat om Hem. We zijn helemaal geen eens van onszelf, we zijn zijn volk, we zijn zijn kinderen. Hij heeft ons gekocht en betaald. En je ziet in het leven van Jezus dat Jezus helemaal geen probleem had met zwakken en onaanzienlijken en hoeren en tollenaars en verslaafd. Had helemaal geen probleem mee, want die kende hun nood. En daar kon Hij alles aan kwijt. Ik zei het er net nog even, dat ik kom in heel veel kerken, ook traditionele kerken, baptist, vergadering, evangelisch, weet ik veel. En weet je wat ik merk? God is helemaal niet bezig met onze correcte theologie. Hij kijkt gewoon, is er honger? Kan ik mijn rijkdom kwijt? Dus God kijkt naar zwakheid, kijkt naar mensen die zeggen, o Heer, ik heb U nodig met heel mijn hart. Daar reageert de Heilige Geest op. En niet of het allemaal zo geweldig weten allemaal. Ik heb het idee, ik heb al 45 jaar bestudeer ik de Bijbel en leer ik de Bijbel. En ik heb het idee, hoe verder ik kom, hoe minder ik weet. En ik zeg heel vaak tegen mezelf, Dick Pieterman, je weet het veel te goed. Want ik merk dat het goede weten soms een belemmering is om te ontvangen in mijn eigen leven. Want dan weet ik het allemaal. Zo werkt zo, werkt zo. En dan denk je dat God zo werkt en dan doet God precies het net anders. Want Hij is God en niet wij. Ja, dat is wat God wil verlossen, want dat was zijn grote probleem. En in Israël, in het Oude Testament. En het was een heel groot probleem in het Nieuwe Testament. Allemaal religieuze activiteiten, maar ze kwamen niet bij Jezus. Ze zagen de nood niet. En dat is wat God ook tientallen keren zegt in het Oude Testament. Bijvoorbeeld, ik zal een tekst noemen, Jesaja 29, vers 13. De Heere zei, omdat dit volk mij alleen maar met woorden nadert en met zijn lippen eert, terwijl het zijn hart ver van mij houdt. En hun vrees voor mij is een aangeleerd gebod van mensen. Gewoon, ah, we doen het allemaal, halleluja, halleluja. Je kan heel erg mooi zingen, halleluja, u bent heilig, maar waar is je hart? Hier is mijn hart, Heer. En het is niet erg om uit te stappen in geloof, hè. We mogen elkaar daarin aanmoedigen, als je maar eerlijk bent. Als je hart er niet in is, moet je zeggen, Heer, mijn hart is er niet in, maar hier is mijn hart. Het gaat om integriteit, hè. Want dan kom je veel verder mee, maar niet doen alsof. Als christen zijn we altijd blij. Ja, maar David die kon ook heel eerlijk zeggen, joh, ik baal als een stekker.
water komt tot mijn lippen, maar mijn God. Dus vanuit zwakheid ging hij naar kracht toe. Dat leerde hij. In Jeremia 2 vers 13 zegt God dit tegen het volk. Mijn volk heeft twee boze daden bedreven. Twee boze daden. Wat was dat nou? Jullie hebben de Heere, de bron van levend water, verlaten. Dus je hebt je relatie verlaten met mij. En jullie zijn jezelf bakken uit gaan houden. Bakken die geen water kunnen bevatten. Zie je, godsdienstige activiteit. We durven niet in relatie met God te leven. We verlaten de Heere, een bron van levend water. Nou, er komt altijd vers water uit. Hoef je helemaal geen moeite. Hoef je alleen maar geloof voor te hebben. Alleen maar vertrouwen te hebben. Alleen maar rust te hebben en drinken uit die bron. Maar nee, we willen het zelf doen. En dan gaan we bakken uithouden en een beetje regen proberen op te vangen. En die zijn nog lek ook. Dat is religieuze activiteit. Je zaait heel veel en er is geen oogst. Dode werken. Daar wil hij ons van verlossen. Maar nou, waar begint dat nou? Dat begint natuurlijk ergens in Genesis. Omdat Adam heeft gezondigd, zegt de Bijbel, zijn we ermee behept. Eén man is ongehoorzaam geweest. En we zijn allemaal zondaren geworden. Maar halleluja, door de gehoorzaamheid van één mens worden we allemaal rechtvaardig. Dat is Jezus. Dat is het evangelie. Maar we zijn niet alleen behept met de zonde, we zijn behept ook met de gevolgen van de zondeval, want ieder mens worstelt weer met schuld en schaamte en angst en afwijzing en eenzaamheid. De wereld is er vol van. Ja, ik werk weer wat bij de hoop ook, maar dan zie je ook bij de gasten die keiharde criminelen zijn geweest. Zolang ze drugs gebruiken in de gevangenis zitten, gaat het wel, maar als ze tot stilte komen, ze komen tot de Heer, dan overweldigt hun een schuldgevoel. Weten ze echt dat ze zondaren zijn, dat ze fout hebben gemaakt. Ieder mens weet het, joh. En dat krijgen we mee, allemaal. En de Heer wil ons allemaal daarvan verlossen. Maar waar we soms geen oog voor hebben, dat ook in u en mij het gif zit van de boom van kennis van goed en kwaad. Want God in zijn liefde had de mens gemaakt, hij legde een prachtige tuin aan. Dat zei hij niet tegen engelen, waar er een aantal miljarden van zijn. God zei niet, engelen, leg de tuin aan voor mijn kinderen. Maar dat deed hij als vader zelf. Hij plantte zelfs bomen. God de Vader die bomen plant. En God zegt, al die bomen mag je van eten. Etende, zegt. Je mag zoveel eten wat je wil. Hij gaf nog 4 rivieren ook nog in die tuin. Alles gaf hij. Midden van die boom, de tuin zegt hij, de boom des levens, want dat gaf eeuwig leven. God zei niet dat je daar niet van mocht eten, maar het centrum was de boom des levens. Een beeld van Jezus Christus die leven geeft. En er stond ook die boom van kennis van goed en kwaad. God zegt, daar moet je niet van eten. Als je dat doet, ga je stervende sterven. Gaat er iets dood in jou? Waarom wilde God dat niet? Omdat God ons heeft gemaakt, niet dat wij gaan bepalen wat goed en kwaad is, maar God heeft ons gemaakt om uit zijn goedheid te leven. Weet je, wanneer de jongste zoon pas goed werd, die gezondigd had, toen de goedheid van de vader hem omarmde en kuste. Dat maakt ons goed. Eén iemand is maar goed. God zelf. En zijn leven zal bepalen of je links of rechts moet gaan. Maar als wij zelf gaan bepalen wat goed en kwaad is, dan gaat heel de wereld aan kapot. Want die mannen van ISIS daar in Syrië en zo, die denken dat het dus goed is om mensen te vermoorden en hoofd af te hakken. En dat zie je in de maatschappij ook, alle normen en waarden vervagen, want wij gaan bepalen wat goed is, al gaat het nog zo in tegen Gods woord. En dan gaat de wereld dan kapot. Stervende zal je sterven. En dat gif is ook in ons en u en mij gekomen. Het kan ook heel christelijk zich voordoen. Maar het heeft te maken met onafhankelijk zelfleven. We zijn niet meer, wij staan centraal. Het is niet een godgericht leven, een leven uit de bron des levens. Maar we gaan zelf allemaal dingen proberen om te krijgen wat hij ons geeft in genade. Wat hij gewoon ons wil geven. En wat we moeten leren ontvangen uit genade. Het gaat om die boom, dat gif wat in ons is gekomen. Dat is natuurlijk wat de duivel ook zei. Je zal als God zijn. Met andere woorden, jij mag gaan bepalen wat jij wil. Het ik-leven. Daarom is ook de gamma zo populair en al die zaken. Doe het zelf, als noem je dat. Nou, het is niet erg om doe het zelf te doen, maar begrijp wat ik bedoel. We zijn allemaal doe-het-zelfers geworden door de zondeval. Hè? Eerst gaan we het zelf proberen. Dan gaan we het allemaal proberen. Dan loop je keihard tegen een muur aan. En dan denk je, oh ja, Heer, sorry, ik heb u nodig.
En dat is een goed proces. Soms heb je falen nodig, vastlopen nodig, om te ontdekken dat je hem nodig hebt. En ik moet eerlijk zeggen dat ik nog het meest heb geleerd van de dingen dat ik met mijn hoofd tegen een muur aanliep. Plok, dan lig je. Dan denk je, o Heer, ik heb u nodig. Elk moment zo nodig. U pleit voor mij gelukkig en u maakt mij vrij. O Heer, ik heb u nodig. En daarvoor moet je niet bang zijn als je soms eens even een beetje vastloopt en een beetje het moeilijk hebt in je leven. Je kan dan wel bitter worden, dat is een gevaar, maar ga naar hem. Hij heeft zijn armen open. Drink uit de bron des levens. Hou eens op met proberen. Hou eens op met strijden en laat hem voor je strijden. Dat is wat hij wil. Maar door die boom, dat gif wat in ons komt, dan gaat het ik gaat centraal staan. Hè? Mijn mening, mijn standpunt, mijn oordeel. Kijk wel, Nederlanders. Elke Nederlander zijn eigen kerk, toch? Weet je wat ik heb gemerkt in de kerkgeschiedenis en ook in kerken? Gemeenten scheuren niet zo vaak door zonde. En gemeenten scheuren wel door godsdienstige werken. En het theologisch gelijk. Oeh, wat zijn daar aan kerkscheuringen uit ontstaan? Mijn theologisch gelijk. Dat kan een afgod worden. Weet je dat dit boek ook een afgod kan worden? Dat noemen ze bibliolatrie. De mensen die zitten zo op de punt en de komen, die brengen alleen maar dood voort. Jezus zegt, jullie onderzoeken de schriften en je denkt daarin eeuwig leven te vinden, maar je wil niet bij mij komen die het leven is. Dat is de dwaasheid van godsdienstige werken, van dode werken. He, daarom is het goed om te zeggen, joh, en doe ik tegen mezelf ook, dit Pieterman, je weet het te goed. Ja, ik weet best heel veel dingen. Maar deze kennis moet leiden dat ik hem ga ontmoeten. Dit boek is geschreven opdat Christus zich daarin openbaart. Het gaat om een ontmoeting, het gaat om terugkeer bij de Vader. Maar dat ik-leven zit zo in de weg, die onafhankelijkheid. U heeft uzelf niet gekozen, hè? Ook uw familie niet. U heeft niet gekozen om Nederlander te zijn en alleen een klompendans te kunnen. Maar we zijn we zo, we zijn kaaskopjes allemaal, maar dat heeft u niet gekozen. Ik heb mijn ouders niet gekozen, ik heb mezelf niet gekozen, ik heb mijn krulletjes niet gekozen, ik heb niks gekozen. God heeft mij gekozen, God heeft mij gewild. En zo heeft God het ook gewild dat we uit hem, door hem en tot hem zouden leven. Dat is wat vruchtbaarheid gaat geven in je leven. Dat brengt je tot ontplooiing. Maar ik vind dit en ik vind dat en al die dingen en ik leven en 7 stappen tot genezing die we ook graag willen hebben. Nou, dat werkt een keer en de tweede keer niet meer, omdat dan heb je het lekker in je handen. Ik ben vaak zo gefrustreerd met gesprekken met mensen dat ik denk, er is vaak zo'n puinhoop in het leven. Dat ik denk, oh God, als u niet wat doet, dan gebeurt het niet. En dan kan je wel je 7 stappen gaan proberen, nou dat werkt een keer en de volgende keer ben je weer helemaal gefrustreerd. Want dan kom je niet door je 7 stappen heen. Maar al die controle dingen, we willen dat zo graag. Dat we God vast kunnen zetten in 7 stappen. Of 3 stappen tot genezing. Maar ik heb ontdekt dat de Heer ontzettend verrassend is. En dat hij dat altijd, dan denk je te weten. En de volgende keer denk ik, ik weet het helemaal niet meer. En dan zegt hij, ja, je blijft mij nodig hebben, zegt hij dan. Want ik heb hem nodig. Ja, dus God wil niet dat we in die onafhankelijkheid terechtkomen. Er is een ander probleem met die boom. Wij denken, als ik maar goed doe, krijg ik het goede. Als ik het kwade doe, krijg ik het kwade. Heel de wereld zit er vol mee. Met die gedachtegang. Het probleem van die boom is dit. Dat het kwade van die boom is ongerechtigheid. Nou, ongerechtigheid, dan voel je je schuldig, toch? Maar als je het goede doet van die boom, nu heb ik wat langer gebeden, nu gaat God me zegenen. Hey, je gaat het goede doen en ik wil het goede doen. Dan kom je nog onder schuld en dan denk ik, ik heb het niet goed genoeg gedaan. Hey, ik had wel eens in mijn hart om te vasten en dan had ik op een gegeven moment 7 dagen gevast en nog lang ook nog. En op de 8e dacht ik van ja, ik kan niet meer, ik ga eten. Ik ben toch aangeklaagd, want ja, je had langer moeten vasten. Dan is het nooit genoeg. Hey, dan kan de duivel enorm achterkomen gewoon, het is nooit genoeg. Wanneer heb je nou lang genoeg gebeden? In het begin dacht ik, als ik een uur bid, 100% zegen, een half uur 50%, drie kwartier 75% zegen. Maar dan ga je van je gebed een christelijk werk maken, terwijl volgens mij zijn we gezegend in Christus Jezus met alle geestelijke zegen. Dan moeten we leren daaruit te putten door geloof.
bedoel, de focus is verkeerd, maar dat gif kan je gewoon herkennen in jezelf. Dat is er. Maar van allebei de kanten van die boom geeft het je een schuldgevoel. Als je het fout doet, en als je het goed doet, voel je je schuldig dat je niet goed genoeg hebt gedaan. Maar volgens mij is hij goed genoeg en zijn volbrachte werk goed genoeg. En wil hij een werk doen in ons. Ik zal een paar voorbeelden aanhalen. Even naar 1 Korinthe 13, heel bekend. Dat zelfs de meest godsdienstige dingen, dingen die God van ons vraagt, een doodwerk kunnen worden. Als de motivatie verkeerd is. En doodwerk is ook altijd trachten te verdienen. Als je niet leert uit genade te leven, leef je nog steeds van die boom van kennis van goed en kwaad. We proberen te verdienen. Bij God in een goed blaadje te komen. Nou, dat zoekt hij niet, dat wil hij niet. Je moet gewoon heel eerlijk zijn en zeggen, Heer, ik heb een puinhoop gemaakt. Ik heb niks te brengen bij u, maar dank u wel dat u alles heeft gegeven. Dus je focus moet goed zijn. Al had je de gave om te profiteren, is profiteren van God? Ja, toch? Al doorgrond je alle geheimen, is kennis van God belangrijk? Van God? Ja, is ook van God. Is geloof dat bergen verplaatst van God? Ja, God wil dat we groot geloof hebben. Maar als je de liefde niet hebt, ben je niks. Voel je hem? Dat zelfs ons geloof kan haast een afgod worden, want het gaat om, is de motivatie liefde. Je kan je leven geven voor het evangelie, maar als het alleen maar uit een half schuldgevoel is, het gaat om de liefde. Ik kende mensen die voelden zich heel schuldig en dan gingen ze altijd veel geld in de collecte doen. Maar al geef je een miljoen, je kan je schuld niet afbetalen. Dat heeft Jezus gedaan. Het zijn dode werken. In Matteüs 7, vers 21 tot 23 neem ik je nog even naar mee. Waar Jezus dit zegt, Matteüs 7, vers 21 tot 23. Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk van de hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil van mijn Vader die in de hemel is? Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben we niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven? En in uw naam vele krachten gedaan. En dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb je nooit gekend. Ga weg van mij, werkers der wetteloosheid. Hoe komt Jezus ertoe om dingen die hij als opdracht geeft aan zijn discipelen wetteloosheid te noemen? Want Jezus geeft de discipelen de opdracht ook. Profetieën, boze geesten uitdrijven, wonderen doen. Dat is de wil van God. En hier lijkt het net alsof dat... Wie doet de wil van mijn Vader? Hey, hoe kan dat nou? Waar gaat het nou mis in dat gedeelte? Nou, om twee dingen. De eerste, de context is het koninkrijk der hemelen binnengaan. Niks wat ik doe als christelijk werk brengt mij in het koninkrijk klaar. Ik heb duizenden keren gesproken en studies gegeven in mijn leven. Maar dat zal me nooit behouden. Daar kan ik niet in roemen. Helemaal niks. Er is niets in mij wat ik doe brengt mij in het koninkrijk. Ik moet worden als een kind. En vertrouwen op de Heer Jezus om binnen te komen. Dat is de wil van God. De discipelen zeiden op een gegeven moment, wat moeten wij doen om de werken Gods te werken? Jezus zegt, dit is het werk van God. Dat je gelooft in hem die hij gezonden heeft. Dat je mij vertrouwt. Dat is het grootste werk voor ons. Maar wij hebben de neiging om altijd wat te doen om te verdienen. En dan stappen we uit genade en dan zijn we weer bezig met bakken uit te houden die geen water kunnen bevatten. Terwijl Jezus zegt, ik roep je tot mij, drink van de bron die ik ben. Het tweede was, Jezus, ik heb jullie nooit gekend. Met andere woorden, het is het woordje, Adam kende Eva, had gemeenschap met Eva. Je hebt het buiten mijn relatie omgedaan. Je hebt allemaal mooie dingen misschien gedaan. In de tijd van Jezus waren ook... mensen buiten de discipelen, die deden wonderen en tekenen in Jezus' naam. Jezus veroordeelt het vet niet, maar God vraagt gehoorzaamheid. Weet je dat God je helemaal niet roept tot christelijke werken? God roept je tot gehoorzaamheid. En God roept je ook om uniek te zijn in jouw leven. Stel je voor dat Jezus tegen... Petrus had gezegd, Petrus, ik heb een heel goed plan voor jou. Ik ga je broodbakker maken.
Had dat een klik gegeven in zijn hart? Nee, Petrus was visser. En Jezus komt binnen waar hij, wat hij heeft. Ik zal je vissers van mensen maken. En soms zijn we te algemeen in prediking. We moeten allemaal vissers van mensen zijn. Maar als je niet weet hoe te vissen, dan klikt dat niet in jou. Ik was in Frankrijk viskweker, forellenkwekerij hadden we, Jan. Maar ik voel me daar ook het meest in thuis, om vis te kweken. Paulus was tentenmaker, hij mocht de tent van God bouwen. De roeping heeft ook te maken met jouw persoonlijkheid, met hoe je in elkaar zit. En God vraagt gehoorzaamheid. God vraagt zijn wil doen. Gewoon durven in jouw zwakheid daarin uit te stappen. Mozes, wat heb je in je hand? Een staf. Nou, als je die staf aan God geeft, gaat hij het maken tot de staf Gods. Nou, ik kan heel goed koken. Nou, geweldig, doe dat voor de Heere. Weet je wel? En daarom is de roeping voor iedereen, maar heel vaak denken mensen dat het hier gaat om het podium. Dat is helemaal niet zo. Je kan preken op een vleeselijke wijze en een toilet schoonmaken op een geestelijke wijze. Ja, je kan het doen voor je eigen eer. Dat is belangrijk. En daarvoor zegt Jezus, die zegt ook, dit volk zegt, God bewijst mij alleen maar lippendienst, maar hun hart is niet bij mij. Hun eredienst heeft geen enkele waarde. De eredienst die God gaf, heeft geen enkele waarde, zegt hij. Want ik wil dat je leert te leven met mij. Jezus zegt zelf, de Zoon kan niets doen uit zichzelf of hij moet de Vader zien doen. Jezus laat dus zien hoe de mens oorspronkelijk gemaakt is. Niet als human doings doen, maar er zijn voor God. En soms kan dat betekenen Maria die aan de voeten van Jezus zit. Die luistert naar zijn stem. Maar op een of andere wijze hebben we door dat gif altijd de neiging om gelijk te vragen als we voelen de aanwezigheid van God, wat moet ik doen? God zegt, mag ik je omarmen? We schieten in het doen. Petrus was met Jacobus en Johannes op de berg der verheerlijking. Ze zagen de heerlijkheid van God. Ineens ploep, Mozes en Elia waren daar ook. En Petrus zegt, ik moet toch wat doen? Ik moet wat doen. Dan zegt hij, Heer, het is goed dat wij hier zijn. Zal ik 3 tenten opslaan? Weet je wat erbij staat in de Bijbel? Hij wist niet wat hij zei, want hij had helemaal geen tenten bij zich. Maar ik dacht, moet toch wat doen? Moet toch wat doen? Je hoeft helemaal niks te doen. En God haalt Mozes en Elia weg. En dan zien ze alleen Jezus. Alleen. En dan zegt God, hoort naar hem. De wet en de profeten zijn vervuld in Christus. Zo belangrijk. Hebben we gesproken, dat lied gezongen, ook in uw waarheid. Nou, het is ook zo belangrijk dat we leren wandelen in de waarheid. Johannes zegt op een gegeven moment ook in 2 Johannes 1 vers 4, ik ben er zo blij om dat sommigen van jullie in de waarheid wandelen. Gods waarheid. Maar die boom van kennis van goed en kwijt maakt dat we heel vaak wandelen in onze waarheid. Ik voel God niet meer, dus God is er niet meer. Ik denk zo. En dan gaan we allemaal een beetje rimiëren. En man, we leven zo in onze waarheid. Onze waarheid als Nederlander. Onze waarheid in onze cultuurtje. Maar God wil dat we weer leren wandelen in die waarheid. Van de kracht van het bloed van Jezus. Van het kruis van Christus. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Hij die in mij is, is meerder dan die in de wereld is. Ook als het moeilijk is. En God zoekt dat geloof. God zoekt dat vertrouwen. En dat zie je ook dat David was dat het geheim. David had vaak zoveel strijd in zijn leven. Maar hij zegt, ik heb de Heere bestendig voor ogen, omdat hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. Maar soms zie je hem heel erg wankelen. Soms komt het water tot zijn lippen, is hij boos op God en hij uit het allemaal. Maar elke keer zegt hij, ja, maar ik heb de Heere voor ogen. Ik heb uw liefdevolle goedheid houd ik voor ogen, zegt hij in Psalm 26. Uw liefdevolle goedheid houd ik voor ogen. Er waren allemaal vijanden en moeilijkheden, maar zijn liefdevolle goedheid, God is liefde, hij is goede tieren, hij is genadig, hij is barmhartig, hij is langmoedig, hij is liefde, hij is mijn rots, hij is mijn sterkte. Dat doen geloofsmensen, ook als je helemaal in een moeras verzonken bent en je doet blub, blub, blub. Zeg je, Heer, u bent mijn rots, u bent mijn sterkte. En dat is waar de Heilige Geest in gaat komen, dat is uit hem leren leven. Niet zo gericht zijn op het ik. Paulus zegt, die prijst de Thessalonicenzen, ze zegt, jullie hebben geloof wat zich op God richt. Niet geloof in jouw geloof, niet geloof in jezelf,
maar geloof wat zich op God richt, wat God ziet. Want bij hem is de bron des levens, in uw licht zie ik het licht. De psalmist zegt, al mijn bronnen zijn in u, eigenlijk alles wat ik doe begin ik bij u. Want u bent mijn bron, uit hem leren leven. Je ziet de kracht daarvan ook in het verschil tussen Paulus en, of Petrus en Johannes. Petrus was zo bezig met zijn liefde voor Jezus te bewijzen. En op een gegeven moment dan zegt Jezus dat hij gaat sterven. En dan zegt Petrus, ik zal u nooit verloochenen, ik zal met u in de gevangenis gaan. Ik. En hij moest Jezus verdedigen, hup, oor afgehakt. Gelukkig plakt Jezus het eraan. Maar dan val je. Ik heb zo lang onder verslaafden gewerkt. Altijd als ik hoor dat ze zeggen, ik val nooit meer terug, gaan ze. Ik val nooit meer terug. Ik zal nooit meer zondigen. Dat is olie op het vuur als je dat zegt. Maar je moet zeggen, met de genade van God zal ik niet meer zondigen. Ik heb hem nodig. Want hij houdt mij vast. Dat zijn belangrijke dingen om te leren. Al mijn bronnen zijn er nu. Maar Johannes, die was naast de vrouwen. De vrouwen zijn het meest volhardend altijd in de Bijbel. Want die houden het langst vol in een tijd van vervolging. Want die staan allemaal bij het kruisen. Al die Maria's die deden geweldige dingen aan de voeten van Jezus. Want zij wisten dat relatie belangrijker was dan organisatie of je eigen werk. Die Maria's die wisten het allemaal. Ja, klap voor de vrouwen. Voorbidders. En er stonden Maria's bij het kruis, maar wie ook, Johannes. En waarom Johannes? Johannes zei 5 keer in het evangelie, ik ben de discipel waarvan Jezus zoveel houdt. Ik ben de discipel waarvan Jezus zoveel houdt. Ik ben de discipel waarvan Jezus zoveel houdt. Wat is het geheim daarvan? Is hij dan hoogmoedig? Is het dan niet voor de anderen? Ja, het was voor iedereen. Maar de anderen ontvingen het niet. Want als jij bezig bent met jouw maat van liefde voor Jezus, wie meet dat nou? Maar zijn liefde voor u en mij is als de oceaan. En Johannes leerde leven uit hem. Ik heb lief omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Hij houdt van mij. En dat maakt dat je blijft staan als het vuur brandt. Dat je blijft staan bij het kruis, want er is iemand die oneindig van je houdt. Die zijn leven voor je heeft gegeven. Johannes leefde daarbij. En zo moeten we dingen leren. De Bijbel zegt constant over wandelen. We moeten wandelen in Christus, wandelen in het licht, wandelen in de liefde, wandelen in de geest, wandelen in nieuwheid des levens. En dat betekent dat je leert wandelen uit goddelijke waarheid. En dat je elke morgen mag je zeggen, ik ben de discipel waarvan Jezus zoveel houdt. Ik ben begenadigd in de geliefde. Ik ben gezegend in Jezus Christus. En dat je bewust leert, dat je bewustzijn wordt gereinigd van alle doedingetjes, alle dode dingen. En dat het bloed van Jezus je reinigt, dat je meer en meer gaat leven vanuit de belofte. En uit hem gaat leven. En dan komt er een beetje rust in je hart. Als je stapt uit al je eigen worstelingen. Maar leert leven uit hem. God wil niet dat wij steunen op ons geloof. Weet je dat? Dat hoor je wel eens. Als je meer geloof hebt, gaat God meer doen. Weet je dat dat occult is? Dat de New Age dat leert, de theosofie. Als je maar gelooft dat je bent genezen, ben je genezen. Maar dan de afgod hierachter, het gevaar hierachter is dat je steunt in wezen niet op God, maar op je geloof. Geloof dient om op hem te steunen. Daar staat in de Amplified Version zo mooi, als er staat geloven, staat er to rely on. Hè? Dat is het ook. Geloof steunt niet op geloof. Geloof steunt op Jezus. Jezus zegt ook, geloof je dat ik het kan doen? Niet geloof je dat je geloof het kan doen. Twee mensen die groot geloof hadden, waren allebei ongelovigen. Een Romeinse hoofdman en de Canaanitische vrouw. Allebei geen Joden. Want ze hadden geen poot om op te staan, ze hadden geen recht. En wat is groot geloof als je zonder je eigen recht en denken dat je geloof hebt, steunt op zijn genade. Groot geloof is hem de ruimte geven. Iedereen bidt toch ook, moslims, hindoes. Jezus zegt, joh, geen omhaal van woorden, steun niet op je gebed. Gebed is belangrijk, maar gebed is niet een doel in zich.
Gebed is een middel om te steunen op God. De kracht van gebed is Hem. En niet wij. En zo zie je dat dode werken maken vaak dat je uit jezelf gaat redeneren. Als je maar meer geloof hebt, zal je sneller genezen. Ik kom veel in Afrika en hoor je televisie evangelisten. En die zeggen letterlijk vaak dit. Hoe sneller uw gif binnenkomt, hoe sneller uw genezing stroomt. Het zijn echt dode werken. En ik heb mensen meegemaakt, die hadden een laatste koe verkocht, hè, omdat een zieke kind genezen zou worden. Ze waren de koe kwijt, inkomen kwijt en het kind stierf nog. Want je vertrouwen is op een dood werk en dat brengt dood voort. Maar God wil dat ons vertrouwen is op Hem alleen. We moeten niet steunen op onze belijdenis. Ik ken de mensen ook die zeggen, joh, ik heb een... Wel, 2 weken lang heb ik Gods woord beleden en het werkt niet, zeggen ze dan. Ja, maar het werkt ook niet door jouw belijdenis. Het werkt door de waarheid die je belijdt. De kracht zit in de waarheid. Ik heb ook wel eens gehoord dat als we vlaggen, komt de heerlijkheid van de Heer. Kan, maar het is niet door jouw vlaggen. Als ik een rode vlag neem en je vlagt voor de Heer, ligt het niet in mijn beweging. Het ligt in mijn geloofsovertuiging dat ik geloof dat het bloed van Jezus krachtig is. Begrijp je wat ik bedoel? Ook in charismatische kringen kan er heel veel dode werken binnenkomen die het ik centraal stellen. Dat wat ik doe. Maar ik leef bij wat Hij heeft gedaan. Soms evangelische christenen maken soms elkaar een beetje gek. En dan zeggen we, joh, iemand gaat door een enorme beproeving heen en dan zeg je, houd je vast aan Jezus. Hoe doe je dat? Als je jezelf geen eens vast kan houden. Hoe doe je dat nou? Hou je vast aan Jezus. Je krachtige vasthouden aan Jezus. Ik heb ontdekt dat je ook in pastoraat heel andere dingen moet zeggen. Moet je nooit zeggen tegen mensen. Je moet zeggen, weet je dat Jezus jou vasthoudt? Begrijp je het verschil? Weet je dat Jezus jou vasthoudt? Weet je hoe jij Jezus vasthoudt door te geloven dat Hij jou vasthoudt? Want Hij houdt alle dingen bij elkaar door het woord van zijn kracht. Begrijp je dat? Maar soms hebben we van die flup evangelische antwoorden. We willen ook altijd een antwoord geven. Omdat Jezus het antwoord is. Soms moet je geen antwoord geven, maar mensen bij Jezus brengen die het antwoord is. Je moet niet altijd antwoorden geven. Mensen zelf moeten het ontdekken. We kunnen zo bezig zijn met ons zoeken naar Hem. Zoek ik Hem wel genoeg? Wie zoekt God genoeg? Wil die even gaan staan? Maar de waarheid is dat Hij jou zoekt. Dat Hij zegt, ik wil je stem zien. Ik wil je gedaante zien. Ik verlang naar je. Ik vind het fijn als je komt. Dat is toch een heel andere insteek. Natuurlijk is er een voorrecht om Hem te zoeken. Maar pas op dat je steunt op het doen van iets. Christelijks. Hij heeft mij gezocht. Verleden week was ik bij iemand thuis en die vader, iemand van de bijbelschool was dat, en die vader die zei dit op een gegeven moment, hij zei, ik heb nou 4 zoons, hij had maar 4 kinderen, 4 zoons, ik ben zo blij dat ze allemaal gedoopt zijn en de Heer leren kennen. Maar van begin af aan heb ik dit gebeden, Heer Jezus, mag ik u helpen bij de opvoeding? Ja, dat is een goeie zeg. Want vaak zeggen we wel, Jezus help mij bij mijn opvoeding, bij mijn discipline, bij hoe ik het wil. Maar hij zegt, ik bad altijd, Heer Jezus, help mij bij uw opvoeding. Want dan erken je gelijk dat je kinderen van Hem zijn. En dat je Hem de heerschappij geeft. Dat je het loslaat om je kinderen te maken zoals jij wil zijn. En dat God jouw kinderen mag maken zoals Hij ze wil hebben. En dat je gewoon zegt, Jezus, mag ik u helpen? Lief was dat. Vond ik een leuke. Denk, ja, past ook in deze preek. En het is ook met dat zoeken zo, weet je. Wie... Zoekt het lam de herder of de herder het lam? Ik heb ontdekt dat als ik gewoon weet dat Hij naar mij verlangt, dat er iets gebeurt in mij. Dat ik denk, Heer, eigenlijk verlang ik ook wel weer naar U. Want die geloofshouding maakt namelijk dat er wat gebeurt. Ik heb zo vaak geprobeerd je over te geven. Heb je het ook wel eens gedaan? Naar voren gaan, dan alles voor U. En loop je de kerk uit en een dag later pak je alles weer op. Ja, maar je moet niet gefixeerd zijn op de kracht van je overgave. Wie heeft zich nou 100% overgegeven? Doodstilte.
Maar wie heeft zich wel overgegeven? Jezus Christus. Hij heeft zich volkomen voor je overgegeven. Dat is de kracht van je geloof. Dat ook al faal je, denk je wel eens, ik moet nog dingen overgeven. Maar soms kan je het niet overgeven. Ik heb wel eens dingen gehad, die wil ik overgeven, maar die kan ik niet overgeven. Maar je zit eraan vast. Maar hij heeft zich overgegeven. En geloof vindt daar rust in. En dan ga je merken dat als je dat indringt, die waarheid, in die waarheid wandelt, hij heeft zich overgegeven voor mij, dat je gaat overgeven. Want je begint bij de bron en je begint niet bij jezelf, want dat is een dood werk. We moeten voor Jezus kiezen. Ik ken mensen die hebben denk ik wel 200 keer naar voren gegaan om voor de Heer te kiezen. Maar als je niet gelooft dat hij al lang voor jou gekozen heeft, kan je blijven komen. Want wie heeft nou 100% voor Jezus gekozen toen hij naar voren ging? Altijd wel bijmotieven bij, want je voelde je ellendig, je voelde je schuldig en weet ik wat, allemaal bijmotieven. Maar jullie hebben hem niet uitgekozen, hij heeft jullie uitgekozen. Zelfs voordat je gevormd werd in de moederschoot, kende hij je naam. Hij heeft je gevormd in de moederschoot. Hij heeft je uit de baarmoeder getrokken, zegt David. Zijn handen hebben je opgevangen toen je geboren werd. Je bent aan hem overgegeven toen je geboren werd. En je bent van hem. En een kind van God moet zo leren om te gaan met die dingen. Hij kende jouw naam. Hij kent jou. En hij zegt, joh, ik ken je. Je hoeft je niet te verbergen. Ik weet alles wat in je is. Kom maar bij mij. En dan kom je weer bij die bron. En dat is wat we uit hem leren leven. Door de genade van God ben ik wat ik ben. Paulus roemde niet wat hij had gedaan, maar wat de genade van God in hem had gedaan. Hij was gefocust op Christus. Niet ik, maar Christus. Je wil, daar heb ik ook zo mee geworsteld. Ik heb momenten wel eens gehad dat ik dacht van, ik wil eigenlijk niet meer. Ik ben zo teleurgesteld in alles, dan wil je niet meer. En dan probeer je wel een wil te hebben, maar dan eigenlijk is je wil verlamd haast. Maar wat geweldig om dan te weten dat God het willen en werken in mij uitwerkt. Dat God tegen mij bleef zeggen, ik wil jou. Ik hou niet alleen van je, ik vind je ook nog eens een keer leuk. Zie je hoe makkelijk dode werken binnenkomen in ons? In 101 dingetjes. Hij heeft ons eerst lief gehad. Ook met gehoorzaamheid. Wie is nou 100% gehoorzaam? Heel de week. Dat weet je gewoon niet. Kan zijn. Maar ja, soms is het ook tasten de weg van God. Maar weet je, wat mij zo'n verlossing heeft gegeven zijn zulke teksten. Romeinen 5 vers 19. Dat ik door zijn gehoorzaamheid rechtvaardig ben geworden. Ik ben aanvaard door God, door zijn gehoorzaamheid. Aanvaard door God, door zijn gehoorzaamheid. Wat een rust geeft dat. En dat geeft me tegelijkertijd de wil om hem te gehoorzamen. Raar, hè? Maar dan ga ik geen nadruk leggen op mijn gehoorzaamheid, maar ik verheug me in zijn gehoorzaamheid. Dat is wat hij wil. Uit hem leren leven. Ik wil eindigen met een gedicht. Een gedicht dat komt uit de opwekking van Wales, van E.B. Simpson. En je hebt veel opwekkingen gehad en dan merk je ook een verandering. Als de Heilige Geest opwekking geeft, krachtig werkt, zie je dat hij vaak begint met dode werken aan te pakken. Natuurlijk wil hij verlossen van zonde, maar ook dode werken. Want het is vaak de grootste belemmering voor de Heilige Geest om te werken, omdat wij hem in de weg lopen. We willen zo graag, we doen zoveel. Maar de Heilige Geest wil werken in jouw leven. En hij maakte dit gedichtje. Dat wil ik even lezen. En dan gaan we bidden. Daarna dat God ons gaat ontgiften. Met het bloed van Jezus. Het moet ontgift worden. Niet alleen wil hij wat zonde in je overwinning geven. Hij wil niet alleen je schaamte, schuld en afwijzing genezen. Daar is hij voor gestorven. Maar soms hebben we helemaal geen aandacht gegeven dat we ook ontgift moeten worden in ons doedingetjes. In dingen die we doen buiten hem om. En dat hij ons kan reinigen met zijn bloed van dode werken om de levende God te dienen. Dus niet om passief te worden, maar om precies te komen op de plek die God voor jou heeft. Paulus een tentenmaker, Petrus een visser, Johannes die was net aan het repareren, die repareert de gemeente. Gewoon ook bij de kleur van jouw persoonlijkheid. Dat wil God laten schitteren in je leven. Nou, E.B. Simpson die zei dit. Vroeger was het de zegen, nu is het de Heer. Vroeger zien en voelen, nu geloof, niets meer.
Vroeger was het de gave, nu de gever het meest. Vroeger was het de genezing, nu hij die geneest. Vroeger was het een proberen, nu een rust in hem. Vroeger twijfelen, dralen, nu volg ik zijn stem. Vroeger hield ik Jezus, nu houdt hij mij vast. Vroeger angstig zorgen, nu draagt hij mijn last. Vroeger was het mijn werken, nu zijn werk in mij. Vroeger half gebonden, nu volkomen vrij. Vroeger eigen plannen, nu alleen zijn wil. Vroeger vaak angstig, nu gerust en stil. Vroeger angstig vragen, nu steeds dankbaarheid. Vroeger was ik trots op ere, nu alleen nederigheid. Vroeger hielp ik Jezus, nu gebruikt hij mij. Vroeger vast in vormen, nu volkomen vrij. Zal ik nog een keer lezen? Vroeger was het de zegen, nu is het de Heer. Vroeger zien en voelen, nu geloof niets meer. Vroeger was het de gave, nu de gever het meest. Vroeger de genezing, nu hij die geneest. Vroeger was het proberen, nu een rust in hem. Vroeger twijfelen, dralen, nu volg ik zijn stem. Vroeger hield ik Jezus, nu houdt hij mij vast. Vroeger angstig zorgen, nu draagt hij mijn last. Vroeger was het mijn werken, nu zijn werk in mij. Vroeger half gebonden, nu volkomen vrij. Vroeger eigen plannen, nu alleen zijn wil. Vroeger vaak vreesachtig, nu gerust en stil. Vroeger angstig vragen, nu steeds dankbaarheid. Vroeger trots op ere, nu slechts nederigheid. Vroeger hielp ik Jezus, nu gebruikt hij mij. Vroeger vast in vormen, nu volkomen vrij. Amen. Dank u, Heer. We gaan bidden met elkaar. En mag wat spelen. En eerst wil ik u danken, Heer, dat u ons eerst heeft lief gehad. Dat het allemaal gekomen is uit u. Uit u zijn wij. Door u zijn wij gemaakt en tot u zijn wij gemaakt om u te eren. Heer, we proberen vaak zoveel en ik wil u vandaag bidden dat u ons als uw kerk reinigt met uw bloed van dode werken. En vanmorgen ook, als je dat gewoon herkend hebt in je leven, wil ik gewoon vragen of je gaat staan. Dan gaan we met elkaar bidden dat God je ontgift. Dat je zo vaak vastzit in men, doe ik het goed, doe ik het niet goed. Doe ik het goed, doe ik het niet goed, als dat gif. Doe ik het wel goed genoeg? Bid ik wel genoeg? Heb ik dat wel genoeg gedaan? En je zit daarin vast. He, dat is symptomen dat dat gif werkt in je leven en een bloed van Jezus wil je reinigen daarvan. Want als je daar vrij van komt, zal je merken juist dat je God leert dienen. Dat je veel meer komt in de uniekheid van je roeping, van de kleur van je persoonlijkheid. Dan mag je gewoon een moment gaan staan. Dan gaan we daarvoor bidden. Dan gaan we met elkaar een gebed bidden. Dat de Heer ons heel diep reinigt van dode werken. En ik geloof ook, God wil zoveel meer doen. Hij wil opwekking geven. Hij wil, maar de Heilige Geest moet ruimte krijgen. En soms krijgt de Heilige Geest geen ruimte, omdat we in doel dingen stappen. Terwijl God wil dat we leren te ontvangen wat Hij van ons vraagt aan de voeten van Jezus. Ik wil vragen of je hand op je hart legt. Zeg maar, Heer Jezus, hier ben ik. Ik herken dode werken in mijn leven. Dat ik zoveel vraag, doe ik het goed, doe ik het niet goed? Ben ik wel toegewijd genoeg? Bid ik wel genoeg? En Heer, misschien doe ik het allemaal niet genoeg. Maar ik wil u vragen dat uw kostbaar bloed mij reinigt van dode werken. Christelijke doedingen die ik zonder u doe. Die ik uit schuld doe. Of om te verdienen. Heer, verlos me daarvan. Was me doorlopend met uw bloed. En kom, Heilige Geest. En leer mij te wandelen in afhankelijkheid. Dat ik kan zeggen met u, Heer Jezus. Ik kan niets doen zonder u. Zonder u kan ik geen vrucht dragen.
heb u nodig, Heer Jezus. Ik heb de volheid van uw Heilige Geest nodig. Leer mij in u te blijven, zoals u blijft in mij. Dat ik bij de bron des levens zal leven. Want u bent de bron des levens. In uw licht zie ik het licht. Werk dit uit in mij, Heer. Door de kracht van de Heilige Geest. Dat ik geleid door de Heilige Geest. En in afhankelijkheid van u. Veel vrucht zal dragen. Dank u wel dat u het zal doen. Want u die beloofd heeft, is getrouw. Amen. Dank jullie wel. Thank you.